Okay, hey hallo en welkom bij Insaniquarium. Dit wordt geweldig. Insaniquarium Deluxe. Sword Adventure, we gaan de eerste drie levels of zo spelen. Welkom te Insaniquarium. Dit kan ik misschien ooit ook doen nog als serie. Het ligt er net aan. Neem je first fish. Take good care of them. Als ze groen worden, dan zijn ze dus ziek. Dat wil je echt niet hebben. Je zou ze gewoon moeten blijven voeren en zo elke keer. Hier, heb. Oké. Ah, mooi. Klik hier to buy a fish. In het begin zorg ik altijd dat ik een 3 heb. Jee, geld. Nu moet er nog eentje nog groter worden. De reden, ik heb er nog meer dan als er nog eentje groter wordt. Dan kan ik nog meer geld ervan krijgen. Nu krijg ik 15 per muntje. En voor de gouden krijg je 30 per minuutje. Fucking! Dan kan ik tenminste ook die doen. Nog steeds zijn gewoon middelgrote, hè? Maar niet eens de grote. Nu wel. Oké, gewoon genoeg scheid te vissen. 105. 120. Nou, dat is al 35. Gewoon niet eens 30, gewoon 35. Yay, stinky de sneeuw. We hebben gewoon een slak erbij. En die slak, die raapt dus geld voor ons op. Dus hij raapt het op. Als het naar beneden komt, dan vangt hij het op, laat ik het zo zeggen. Is dit nou zo ook met je eerste alien vijand? Oeh shit. Dat ze allebei tegelijk groen werden. Oh ja, hier is je natuurlijk gewoon direct. Hij heeft geld opgepakt. Die haalt hij niet, maar die wel. A vicious alien is about to enter your tank. Defeat it with your laser weapon by clicking on it. Dat is letterlijk ook echt gewoon hoe het gaat. Zo vernietig je een alien. Oh shit. En ze droppen geld als je ze killt. Okay. En nu heeft hij honger, hè? Oké, voer upgrade. Gewoon voor de kwaliteit upgraden. Aantal, twee tegelijk kunnen troppen lijkt me eigenlijk wel handig. Maar... ze hebben het gewoon nog steeds niet nodig, hè? Oké, mooi. Oh, bijna alweer. Bijna alweer bij 500. Daar ben ik eigenlijk best wel blij mee. Yep, dat tip voor tegen aliens te vechten. Oké. Okay. Yay. De alien is gekild.
moeten blijven bij de 500 zitten. Dat gaat eigenlijk wel lukken op deze manier. Ja, dat gaat heel snel lukken. Altijd voor de zekerheid eentje droppen. Misschien hebben ze uiteindelijk wel honger. Moet die vissen en honger hebben. Ja, oké, 515. Oké, Nico de Oyster. Level 3 en na dit level... stoppen we ermee met deze. En dan gaan we daarna ooit een keertje verder met de serie. Ik kan zeker niet wachten dat het gaat komen als serie. En zijn aquarium heb ik zo vroeger zo enorm dood gespeeld. En nu vind ik het ook nog gewoon leuk. Oh shit. Het is dat de kwaliteit van het voedsel gewoon zo helemaal slecht is. Dat ze best wel snel weer honger hebben. Jee. Wow, 250 voor zo'n parel. Holy shit. Oké, ja. Het is wel handig om zo'n parel te krijgen. En vissen gaan alsjeblieft naar de grote. Ah, fuck. Hebben we honger vissen? Yep, blijkbaar. Yes! Oké. Okay. Jee, moest deze ook weer iets gelegd. Moet ik een parel gelegd. Oké. Okay. Kom op. Oké, okay, zometeen moeten we een kleine vis kopen. Waarom ga jij die zo meteen wel zien? Oh shit. Hallo. Oké, okay, mooi. Ik kwam natuurlijk gewoon zelf tijd op, dus ik denk het gewoon... Oké, okay, mooi. 3, 2, 1. Maar dus, hij eet kleine vissen. En hij geeft pareltjes, of tenminste diamantjes, van 200 geld. En dat vind ik hem... Prachtig aantal, eigenlijk. Voor mij is hij honger. Denk het. Oh, ik had het niet eens hoeven geven, dat geld. Ik had dat eten. Ach ja, we komen voor heel dicht bij het aantal in de buurt, dus... Hey. Kijk eens aan. Bij de tweede, we moeten nog een keer 2000 hebben nog. Oké. Stardust alien, holy shit. Oh shit. Maar hij geeft best wel veel geld per keer, dus ik wil hem echt niet kwijtraken. Onze kleine vis eten de makker. Ja, jij bent geweldig. Ja. Ik heb heel veel blijkbaar nergens voor nodig. Nu wel. Iemand voedsel nodig? Iemand pillen nodig? Ja, blijkbaar. Mooi. Oké. Dit was level 3. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Klik in to continue. Beste kijkers, heel simpel. Tot de volgende keer.